ik zet wat drankjes klaar voor Zwartwerk, maar ik heb niet genoeg drank hier in de studio, want ze hebben de hele family meegebracht. Hey Zwartwerk, welkom in onze studio. Hi guys. Hoi, hoi, hoi. Hey. Hoi, hoi, hoi. Ik zie brede glimlachen op jullie gezicht. Ik zie nog handdoeken, ik zie van alles, want jullie hebben natuurlijk daarnet gespeeld in de Wablief. Dus ja. Vertel ons nu alles. Hoe was dat? Straight fire. Mad lit, man. Straight. Mad lit, dat papje. Ja, ik zag daarnet een filmpje op jullie Facebook. Er stond op mad. En als ik op play duwde, was het inderdaad gewoon pure madness. Zo leek het wel. Vla, niggas, no turbulentie. Cool. Beschrijf eens hoe het publiek was. Hoe ging dat? Ik was... Ze waren er klaar voor. Ze hebben echt goed meegefeest. Ja? Van voor tot achter, zelfs tot buiten had ik gezien. Iedereen ging los. Ik ben echt tevreden, echt blij. Ja, deden mensen mee? Kennen ze de nummers? Ja. Zeker Fungula, check de track nog steeds. Deed echt mee. En Dance the Devils ook natuurlijk. Zeker, Sharon. Dance with the Devils, het zal wel zijn. Het zal wel zijn. Zeg, en jullie zijn dan heel vroeg moeten opstaan vanmorgen. Ging dat een beetje? Toch wel, ja. Hoe laat zijn jullie vertrokken? Precies niet. Er waren bepaalde mensen te laat. Ik was niet te laat. Ik heb wel... de snelweg af moeten racen, ja? Om hier te geraken. Okay. Ik was hier juist nipt op tijd. Je hebt de jongens wat laten stressen eigenlijk. We rijden veilig, weet je. Altijd, altijd jullie gordel om, altijd. Zeker. Zeg, altijd. Wat was het hoogtepunt van jullie set? Vertel eens. Het hoogtepunt? Ja. Alles was het hoogtepunt. Dus het was één lang hoogtepunt. Pukkelpop was een hoogtepunt. Dus. Pukkelpop was een hoogtepunt waar jullie lang naar uitgekeken hebben? Toch wel, ja. Ja, want hoe was jullie zomer tot nu toe? Onze zomer was mooi, prachtig. Ja, veel opgetreden? Ja. En dit was dan zo de kers op de taart voor jullie? Soort van wel, ja. Ja, of komt er nog een grotere kers? Komt er nog een kersje? Misschien volgende week hebben we groot nieuws, weten we nog niet. Ah? Misschien, hè. Misschien hebben jullie groot nieuws. Oké. Gaan jullie iets doen waar we nog niks van weten? Niemand weet het eigenlijk. Niemand weet het, zelf jullie nog niet. Wij weten het nog niet. Zeg maar, als dat zo is, dan moeten jullie het ons laten weten. Ja, want wij dragen jullie natuurlijk in ons hart. We hebben jullie leren kennen via... ook 100%. Sio Brussel, voilà. Dat is onze homo. Voilà, jullie zijn onze homies, want we hebben jullie leren kennen via de Nieuwe Lichting natuurlijk. Ja. Finalisten vorig jaar. De inschrijvingen voor de Nieuwe Lichting die zijn trouwens gisteren weer gestart voor de nieuwe Lichting voor 2017. Is dat een aanrader voor mensen die dat zouden willen doen? Iedereen dat thuis is. Tuurlijk. Iedereen dat iets kan doen met muziek, schrijf in voor de Nieuwe Lichting. Die iets wil doen, schrijf jullie zeker in. Ja, want hoe was dat voor jullie? Was dat iets zo, heeft dat heel veel in gang gezet? Eerlijk gezegd, we hadden ons ingeschreven en we wisten niet meer waar wij bezig waren. Tot ze ons gewoon hebben gebeld. En toen is alles de lucht ingegaan, dus. Voilà. Kijk, schrijf je in en wie weet sta je dan net zoals Zwartwerk op Pukkelpop en kan je zeggen dat gewoon madness is. Zeker. En zelfs als de mensen zelfs niet winnen op Nieuwe Lichting of zo. Blijf doorgaan. Zeker blijven doorgaan, want muziek, als je daar echt een passie van vindt, moet je er echt iets van maken. Ja. Dat hebben wij gedaan, dus shout-out zeker naar de Nieuwe Lichting. Ja, jullie zijn het lichtende voorbeeld voor die Nieuwe Lichting, want jullie zaten in die finale niet gewonnen, maar kijk, jullie staan hier wel mooi, hè, vandaag. Haha. Zeg, wat gaan jullie nog doen? Want hier staat zoveel. 10 tenten. Hebben jullie nog concrete plannen? Naar Rihanna, als ze hier nog is. Nee. Goh, ze was al 50 minuten te laat en ze heeft dan toch ook maar beslist om meteen na dat concert. Erg? Het was heel erg. 50 minuten. En dan dachten we, die gaat mega veel costume changes dat doen. Dat parkeren, niet had je dan niet. Nee, het was 50 minuten. Fashionably late was zelf geen term meer om te gebruiken die avond. Dus nee, ze is weg. Maar dus, er zijn nog 10 podia vandaag met andere artiesten. Al iets in petto? Ik zag wel Damian Marley staan. Damian Marley, dat is jullie ding, hè? Ja. Is dat de enige echte Damian Marley? Of, dat is de enige echte, the real deal. Yeah, right. Daar zijn we sowieso dan. Die komt, ja. Er zijn heel veel dingen, die jullie gaan willen checken. Wie is er nog allemaal? Anderson .Paak. Dat is de prodigy van Dr. Dre, ja. Voilà, dan moeten jullie zo meteen... Allee. Hebben jullie hem al gezien? Zeker, als hij dat was, maar wel een assistent of iemand aan hem. Oké. Okay. Dezelfde cruise. En was er connection? Een glimpse. Nee, nog niet. Geen connection, dat kan nog komen. Goed, Zwartwerk. Geniet nog na, zou ik zeggen, van dat stomende concert. En geniet vooral nog van Pukkelpop. Tot binnenkort, dankjewel. Hè. Dankjewel. Yo. Studio Brussel. All